Ik ben Monique van Beats & Basics. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe tutorial. Vandaag ga ik laten zien hoe je deze ketting kunt maken met kwastjes. En ja, een soort van hoeps, van die rondjes zitten erin. Ik zal even laten zien wat je allemaal nodig hebt. Verschillende kleuren glasparels, bijpassende kwastjes, bijpassende rokailles. En verder heb je een stukje jasseron nodig, jumpringen van 6 mm, een karabijnsluiting, de kralen met een oogje eraan. En dat is voornamelijk omdat deze hele grote rijgaten hebben. En knijpkralen. En je rijgt de ketting gewoon op nylon draad. Je hebt een behoorlijk lang stuk draad nodig, omdat je dus al die rondjes gaat maken. Zou ik wel zeggen 1,5 meter. In het begin werkt dat niet heel erg handig, maar dat is beter dan halverwege erachter te komen. Beter dan halverwege erachter te komen dat je draad tekort is en dat je weer een stuk nylon draad eraan moet prutsen met een knijpkraal of zo. Wordt de ketting ook alleen maar minder stevig van. Dus je begint met dit stuk van de ketting, wat een beetje achter hangt eigenlijk. En daarvoor rijg je 25 glasparels. Ik heb ze hier dan allemaal in dezelfde kleur gedaan, maar je kan natuurlijk het patroon en de kleuren kan je gewoon zo maken zoals je zelf wilt. Nou, dit is het eerste stuk van je ketting. Dan gaan we een grote kraal met een oogje eraan rijgen. En dan maken we de eerste lus. Dus dan pak je deze volgorde van kralen. Dus je rijgt eerst een grote met een oogje eraan. Dan gaan we rondjes net iets anders maken nu. Want ik had in het midden 1 kraal gedaan. En toen ging ik die kwastjes eraan maken. Dacht ik, oh hé. Die kan zo niet in het midden. Dus ik krijg 3 blauwe. En dan 2 champagne. En 2 roze. En dan weer 2 champagne. En dan weer 3 blauwe. En nu gaan we de eerste lus maken. Dus je moet weer terugrijgen door de kraal met het oog. En die moet helemaal aan het uiteinde van het draad zitten, zodat je genoeg over hebt voor de rest van de ketting. Dus ik schuif de kralen even richting het klosje. En dan doe je de draad gewoon door de grote kraal met het oog. Zo, dan heb je je eerste rondje gemaakt. Je kan het zo laten. Je kan gewoon alleen de rondjes met parels maken. Maar ik heb hiervoor gekozen om een dubbele te doen. Dus ook nog met een rondje met rokailles erachter. En ik kies ongeveer hetzelfde patroon. Dus ik begin met blauw. Even kijken. Steeds 4 van elke kleur. Dus ik doe eerst 4 blauwe. Dan 4 zalmkleur. Vier roze. Dan weer 4 zalmkleur. En weer 4 blauwe. Dit wordt het tweede rondje.
En die moet dan ook weer, dat draad moet weer terug door het kraal met het oogje eraan. Schuif het kraal even richting die kant en dan doe je draad door het kraal met het oog. En dan trek je dat aan. Nou, nu heb je je tweede lusje gemaakt. En dat komt er dan zo uit te zien. Dus nu heb je gewoon je dubbele lus. Nou, dan gaan we dit stukje rijgen. Dus je rijgt weer wat lichtroze parels. En dan gaan we hetzelfde doen. Alleen zijn de rondjes nu groter. Dus je gebruikt meerdere blauwe parels. Hier heb ik 6, 4... Ook weer 2, 2, 4, 6. Je gaat weer door die kraal met het oog. En dan doe je weer een klein rondje met rokailles. Dit zijn dan 6 van elke kleur. Dus 6, 6, 6, 6, 6. Dan rijg je weer terug. Nou, dan ga je dit stukje met parels maken. En dan doe je weer hetzelfde. En let er natuurlijk op dat je dezelfde aantal en hetzelfde patroon maakt als met het eerste lusje. En daarna ga je weer de ketting afwerken met die, lichtroze parels. Dus dan rijg je weer 25 lichtroze parels. En je kan, ik heb hier dan best wel veel verschillende kleuren gebruikt. Misschien vind je het mooier. Je zegt van nou, ik wil die grote kralen. Parels doe ik allemaal zwart. En ik maak die kleine rondjes maak ik allemaal wit. Dat ziet er volgens mij ook echt super cool uit. Dan heb je weer een heel andere, veel moderner is het dan eigenlijk. Nu is het heel zomers en veel pastel. Maar je zou hem ook gewoon zwart-wit kunnen maken. Of nog meer verschillende kleuren. Ja, net wat je leuk vindt. Maar dit is de basis. Dus je rijdt gewoon die parels. Rondje terug door de kraal met oog. Nog een rondje. En dan ga je zo verder. Nou, ik heb de ketting helemaal afgeregen. De rondjes klaargemaakt. En nu gaan we de ketting afwerken. Pak een knijpkraal, wipdraad en dan een karabijnsluiting. De draad doe je weer terug door de knijpkraal. Goed aanknijpen. En dan doe ik het draad altijd even terug door de laatste twee kralen. En dan afknippen. Nou, de andere kant werk je af. Nou, doe ik dat slim. Ik kan het gewoon een beetje tegenaan schuiven. De andere kant maken we een verlengstukje. Dus weer knijpkraal. Een stukje jasseroen. Een draad doe je terug de knijpkraal. Aantrekken. Goed dichtknijpen. Doe het draad hier even en hier doorheen. Nou, dus je ketting is bijna klaar. Als je zegt van nou, ik vind dit leuk. Je kan hem natuurlijk ook gewoon zo laten. Maar ik vond wel dat met die kwastjes gaf het wel echt wel een beetje wat extra. Zo, dat is wel genoeg. Even kijken. Dat doen we. En je kan gewoon even neerleggen wat je leuk vindt. Daar zalm. Hieronder. Hier een blauwe. Daar een blauwe.
En in het midden nog een roze. Nou, dat vind ik zelf wel leuk. Ik zal even laten zien hoe je eens een kwastje er aan maakt. Dan denk ik dat het idee wel duidelijk is. Jump ring van 6 mm. Die doe je boven een stukje door de draadjes in het kwastje. Zo. En hier zit een kraal met het oog eraan. Zal ik hem daar aan vastmaken. Zo, dat is kwastje nummer 1. En die andere kwastjes, je kunt ze hier aan het oogje maken. Maar je kunt ook gewoon aan het nylondraad rijgen. Zo. Zo, jump in het kwastje. Nou, pak even het midden van je cirkel. Om het draad. Zorg dat je deze echt goed dichtknijpt, want het nylondraad is best wel dun. Dus er moet geen ruimte bij het oogje zitten, anders dan gaat het kwastje er vrij snel weer af. Zit hij goed dicht. Nou, en die andere kwastjes die maak je dan hier in de rondjes vast. En ik heb nog wat aan de zijkant gedaan. Tel even de parels hoeveel, dat het zeg maar allebei op dezelfde hoogte zit. En dan is dit je eindresultaat. Dus ik had hem al een keertje om in... Volgens mij met een andere tutorial in het magazine. Waar heel veel mensen zeiden van, oh, maak je dat dan? Hoe maak je dat dan? Nou, zo dus. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Gewoon een beetje leuke kleurtjes, leuke kwastjes. En dan krijg je wel weer een heel leuk eindresultaat. Dus ik ben heel benieuwd wat voor variant jullie gaan maken. Wat voor kleuren je zelf leuk vindt om te gebruiken. Je kan altijd een foto posten op Instagram met hashtag Beats & Basics. Dan maak je ook nog kans op een tegoedbon van €25. Alle onderdelen kan je gewoon in de webshop kopen en voor meer filmpjes kun je op het kanaal abonneren. Doei doei!